Er is later een protestactie, een volksprotestactie. Alle sectoren moeten plat gaan, ook al ben je aangebonden bij een bond. Kom toch, weet je, kom vechten voor je eigen rechten. Kom fit die egality. Wie is abonnee, doe mee. Zet het werk plat. Einde van de dag moet jij betalen voor alles. Het gaat bar slecht in Suriname. De criminaliteit is omhoog gegaan. Vriendjespolitiek gaat door. Geen koopkracht. Het is vreselijk wat nu gebeurt. De prijzen gaan omhoog. Benzine is elke week dat het omhoog gaat. Geen stabiele koers. En alle punten die ik net heb opgenoemd, blijft gewoon doorgaan. De salarissen blijven hetzelfde. Alleenstaande moeders en vaders weten niet hoe ze morgen door moeten gaan met hun leven. Er zijn te veel punten. En daarom kom ik op straat. De ghetto voelt het. Alle is maar ghetto en viering. Dus mofinafsma, alle de orusma, kinderen met een gebrek. Op elke sector gaat het slecht hier in Suriname. We gaan niet in de productie. We verdienen geen deviezen. Dus alleen mijn punten. Regen of geen regen, het gaat gewoon door. Ik doe het samen met de bonden. Samen met de ondernemers. Samen met de Surinamers. Samen met het bedrijfsleven. De meeste bedrijven doen wel mee. Ik heb gezien dat de DSB, de Godo Bank en alle andere banken ook meedoen. RGD heb ik gezien. SVZ. Als ik het goed heb. De bushouders doen mee. Noem maar op. Heel wat mensen gaan morgen meedoen. Dus nou wat trattori. Tamara, ja, op plein Oblaka. Oblaka. Already. Obreun. Ogeri. Omdat op den duur zo één. Hoe staat het dan present in de winkel? Het is mijn roep of ik was dat hier. Ik ben hier. Ik wil go. Omdat het uiteindelijk aan de was dat dat zijn veranderd. Dus ik ben hier naar de stad die gaat hier. Vooral de achterban van aanbod. Ik ben hier. Want ik sta hier in de peer wanneer ik go. Dit is hier wanneer ik go. Smaar wanneer ik go. Ik kan go. Maar de achterban, dus mijn jaren BBI in de massa Brunswijk. Waarom ik was dat hier? Ik ben hier. Ja? Waarom ik was dat hier? Ik ben hier. Er is geen VP in Suriname. Laat maar daarmee beginnen. Een echte vicepresident zou zijn achterman nooit tegenhouden om te komen protesteren tegen zijn stom beleid. Hij heeft geen beleid. De VP heeft geen beleid. Het is duidelijk te zien. Hij zou minimaal kunnen zeggen, mensen, het is jullie recht om te gaan protesteren. Dan kan ik zeggen, je bent een beetje neutraal. Weet je? Maar als je de mensen tegenhoudt op dit moment om te protesteren, terwijl ze pinaren, terwijl ze stressen, terwijl ze niet weten hoe ze verder moeten omgaan met de situatie. Dat vind ik je wel laf als vicepresident, ja. Ik ben daar alle sma, alle de ghetto-sma, alle de mofina-sma, alle de ondernemer, alle de busman, alle de botomang, alle de leerkracht. Ik ben alle de zuster, de arts, ik ben ook toe, want het gaat bar slecht in ons medische sector. Alle de sma, ik kom. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit. En als we door moeten gaan, dan gaan we gewoon door. Hoe lang blijft het bij die ene dag? Nee, het blijft niet bij die ene dag. Maar wat er moet gaan gebeuren, de president moet gaan luisteren naar ons. Hij moet gaan luisteren naar ons. Want mensen kunnen niet meer eten. Begrijpt u? Hij gaat de benzineprijzen moeten dalen, laten droppen. Hij gaat de koers moeten stabiliseren. De koopkracht is gaan verminderen. De criminaliteit moet hij gaan laten dalen. Hij moet het land aanpakken. En pak je het land niet aan, dan moet mij niet geschikt om president te zijn. We hebben ook een president nodig die zich aan zijn woord houdt. Want tijdens de NDP-regering was hij tegen het IMF-beleid. Hij kende de consequenties van de IMF. En vandaag de dag gaat hij weer zaken doen met de IMF. Het is vreselijk. Alleen om naar het werk te gaan betaalde de leerkracht of de gemiddelde Surinamer 5000 SRD. Dat hebben ze nog niet gegeten, ze hebben nog niet gedronken, ze hebben de nutsvoorzieningen nog niet betaald. Ze hebben huur nog niet betaald. Voor die mensen kom ik op straat. De president, als je niet aan je woord kan houden, neem je stoel en ga naar huis. Maak tijd voor nieuwe leiders, voor jonge leiders, voor nieuwe politieke partijen. Wees niet selfish, denk niet egoïstisch. Je hebt te maken met mensen hun leven en mensen hun toekomst. Als je het niet kan, te kasturu dat je gooi, kagwanga heersturu. Nieuw politiek komt met een andere stoel. Het is genoeg. Zie je hier? Hier gaan de Surinamers gaan hier praten.
Het volk gaat morgen praten. En als de president niet luistert om die dingen te zakken, dan gaan we door met protesteren. Telekama zakking. Amma moet zakken eigenlijk, hè? Want amma zakken. Voor mijn paard, mijn slogan of mijn titel is weg met Chan, omdat hij niet deugt. En laat hij de VP ook niet vergeten, die deugt ook niet. Laten we het vreedzaam houden. Laten we niet voor chaos zorgen, omdat we niet zo zijn ingesteld. Het zit niet in ons aard. Wij Surinamers, Ulubus Revi, Awotalubus Revi. Laten we niet kijken naar rassen. Weet toch? Kombondru Kawan, Kolobus Revi. En laten we voor één doel gaan. Dat zijn voor het droppen van de koersen, het droppen van de benzineprijzen, onmiddellijk. De salarissenverhogingen die er moeten komen. Voor mijn part mogen de ambtenaren 15.000 SRD verdienen. Daar komen ze nog misschien uit, want zo erg is het beleid van Suriname. Iedereen komt dadelijk, laat de boodschap duidelijk zijn. En laten we van elkaar houden. Suriname eerst en dan de rest.